Welkom bij een nieuwe aflevering van De Weg naar Rijkdom. Mijn reis naar een gezond, financieel vrij, maar vooral heel belangrijk, gelukkig leven. In de vorige aflevering heb ik een introductie gegeven over gezondheid en de vier elementen van gezondheid. En ik dacht, misschien is het vandaag wel interessant om je mee te nemen in mijn basisconcept van financiële vrijheid. En ik heb daar in de vorige aflevering al heel veel over gezegd, maar ik denk dat het wel eens goed is om weer eens een beetje alles samen te vatten. En financiële vrijheid is voor mij, zeg maar, niet moeten, maar mogen. Dus kunnen kiezen om dingen te doen die je wil doen, maar niet financieel afhankelijk te zijn om aan het einde van de maand de rekening mee te betalen. In de eerdere podcast heb ik ook wel eens een aantal niveaus meegenomen. Volgens mij waren het er een stuk of 5 uit mijn hoofd. Waar zeg maar het laagste niveau is dat je eigenlijk afhankelijk bent van anderen om je financiële voor je financiële huishouden. Dus je bent eigenlijk dependent. Het is natuurlijk de staat waar heel veel kinderen, mijn kinderen zijn ook dependent op mij, die hebben nog geen eigen inkomen, die kunnen nog niet zelf keuzes maken. Dus Jens wil bijvoorbeeld heel graag naar de Efteling een keertje weer. Nou, dat kan hij niet zelf betalen, dus dan is hij afhankelijk van mij. Oké, Jens snapt natuurlijk het concept van geld nog niet helemaal, want die is ongeveer 4,5 nu. Dus dat is ook nog helemaal niet erg. Maar goed, als jij 25 bent en je bent nog steeds financieel afhankelijk van een ander, ja, dan is de vraag, ben ik dan blij met deze situatie? Tuurlijk kan het zijn dat je een partner of een ouder hebt die graag voor jou werkt, maar het is ook gewoon een stukje zelfvoldoening om zelf een bepaald cashflow te hebben. En dan, hoe? Daar gaan we het even nog niet over hebben, maar het gaat vooral om het concept, je bent dus echt voor je geld afhankelijk van een ander. Dat kan dus ook een uitkering zijn. Dat je afhankelijk bent van de overheid om jou elke maand geld te geven. Nou, volgens mij is dat niet echt een vetpot. Ik ken die situatie ook wel omdat ik in een gezin opgegroeid ben waar niet altijd evenveel geld was. Al moet ik zeggen dat mijn ouders heel goed waren in budgetteren. Want ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat wij arm of wat dan ook. Dus ik heb eigenlijk een, wat dat betreft, misschien niet financieel rijk, maar wel een rijke jeugd gehad. En dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. En dat is natuurlijk een beetje een moeilijke lijn in het geheel. Maar goed, je hebt dus financieel afhankelijk, dan heb je eigenlijk het volgende niveau is van, ja, laten we het gewoon maar financieel struggelen noemen. Je hebt al een inkomen, maar eigenlijk is het niet genoeg. En dat is natuurlijk gewoon zonde. Je hebt eigenlijk zitten gewoon de mindjes aan elkaar knopen. En ik weet nog dat ik in de UK op een gegeven moment zat voor werk. En ik keek daar dan het nieuws. En daar had je zeg maar dat mensen dus het einde van de maand niet haalden. Dus dan gingen ze geld lenen. Maar dat geld lenen ze dan met zo'n hoge rente dat ze soort in een patroon komen. Dat ze elke maand net even tekort kwamen en het bedrag werd steeds groter. Dat is gewoon echt een shitty place to be. Nou ja, daar zijn natuurlijk 1001 oplossingen voor. Makkelijkst natuurlijk meer inkomsten. Dat is voor sommigen betekent dat ook gewoon meer werken. Maar het kan natuurlijk ook zijn minder uitgeven. En dat klinkt heel moeilijk, maar als je heel eerlijk bent, dan zijn er 1001 manieren om te bezuinigen. Alleen, durf je dat aan? Durf jij te bezuinigen? En durf je die harde keuzes te maken? Want ja, als je naar de bare minimum gaat kijken, wat heb je dan echt nodig? En dat kan dus ook betekenen dat je in een kleine huis moet gaan wonen of keuzes moet maken. Nou, luxe paard als ik ben, die situatie is voor ons hier gelukkig niet van toepassing. Maar goed, dat is wel een situatie waar je kan zijn. En dan heb je eigenlijk het derde niveau, een beetje het middelste niveau. Dat is, ja, er komt geld binnen, er is iets van ruimte om schulden af te lossen, bijvoorbeeld je hypotheek. Of een klein beetje ruimte om financieel te investeren. En dat is eigenlijk, denk ik, een mooi streven als je in die eerste twee niveaus zit om naartoe te werken. Want je kan wel zeggen, ja, maar ik wil financieel vrij zijn. Maar zeg maar, als je iets super groot maakt, voelt het soms ook onbereikbaar. Terwijl als jij op een gegeven moment weet, hey, ik hou 10 euro aan de maand, einde van de maand over. En ik kan dat investeren in iets.
Dat is natuurlijk al heel mooi. En vanuit daar ga je groeien naar een volgend niveau. Dat je steeds je investeringen steeds een beetje renderen. Waar je dan ook in investeert. Daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar dat je dus eigenlijk een soort compounding effect krijgt. Dat je dus misschien 10 euro over in de maand naar 11, 12, 13. En dan zeg maar, als vliegwiel steeds meer en meer en meer ruimte hebt om ook te investeren. En om te bouwen aan je financiële toekomst. Nou, en dan het volgende niveau is eigenlijk financieel vrij zijn. En financieel vrij zijn betekent, je hoeft niet meer echt te werken. Je hebt een soort stabiele inkomstenstroom. Het is niet goud garant. Zeg maar, dus eigenlijk je basis kan je gewoon makkelijk betalen vanuit wat je binnenkrijgt. En hoe dat is, ja, dat kan misschien financieel vrij zou je... Op zich, ja, in loondienst klinkt misschien raar, maar ik denk dat je, als je zeg maar, ja, natuurlijk, zolang je je salaris nodig hebt om je rekeningen te betalen, ben je nog niet echt financieel vrij. En de makkelijkste rekensom die je kan maken is, je moet 25 keer het bedrag dat je per jaar uitgeeft, moet je bezitten. En dan kan je eigenlijk stoppen met werken en dan gaan we uit van een rendement van 5%. Dus dan moet je 5% rendement maken per jaar en dan kan je dus eigenlijk van dat rendement kan je leven. Maar goed, dat zijn wel bedragen van heb ik jou daar. En heel veel mensen hebben theoretisch misschien dat bedrag wel, maar dan zit het allemaal in een bakstenen of wat dan ook. Dus dan zit het allemaal vast in assets. En misschien sommige assets die mensen als assets zien, zijn misschien meer liabilities. Vind ik heel mooi uitgelegd in het boek Rich Dad Poor Dad. Want je hebt assets en liabilities. En liabilities zijn eigenlijk de dingen die je geld kosten. Dus een auto is geen asset, is een liability. Je kan kapot gaan, je moet er benzine in gooien. Het kost gewoon heel veel geld. Dan kan je natuurlijk ook weer reden, ja, maar als ik het niet heb, geen auto heb, ja, dan kan ik bepaalde inkomsten niet genereren, want dan kan ik niet ergens heen. Nou ja, dat is natuurlijk een bepaalde manier van denken. Maar goed, dat terzijde. En dan hebben we als laatste niveau eigenlijk het financially abundant. Dat eigenlijk geld, dat je zoveel geld hebt dat je van geen nul meer hebt wat je mee wilt doen. En als je een keertje denkt van, nou, ik zie... ik vond het wel een grappig voorbeeld. Ik zie een mooi horloge van 30.000 euro, die wil ik kopen. Nou, dat je dan gewoon denkt, nou, dat ga ik gewoon kopen. En dat je niet na hoeft te denken, ja, kan ik het wel betalen? En sommige mensen doen bepaalde dingen gewoon kopen. En denken dan later, oeh, ik kon het niet betalen. Ja, dat is wel even het verschil, hè? Dat je dan dus niet dat later, oeh, ik kan het niet betalen. Dus dat zijn zeg maar de 5 niveaus. En het is gewoon heel handig om bij jezelf stil te staan. Maar ja, waar zit ik ergens? Waar zit ik ergens op die ladder? En je gaat dan merken van, zeg maar, elk niveau heeft zeg maar zo'n struggle om naar het volgende niveau te gaan. Want als jij in een uitkering gaat, dan denk je, ja, je bent heel erg afhankelijk van een ander. Om dan zeg maar naar het niveau te gaan, hè, naar het midden dat je ruimte hebt om te investeren. Misschien heb je zelfs al, ben je afhankelijk van een ander, heb je al ruimte om te investeren. Hè? Dus het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Maar wees gewoon eens heel eerlijk naar jezelf. Waar zit je op die ladder? Waar zit je en waar zou je willen zijn? En ik denk dat voor heel veel mensen het al, die ruimte om te investeren, vooral nu, hè, vooral nu als je kijkt naar de economie en wat er nog allemaal aan gaat zitten komen. Zoveel onzekerheid, iedereen roept recessie. Maar ja, wat gebeurt er als jij je baan kwijtraakt? Dan kan je wel, hè, dan kan er een hoop gebeuren. Natuurlijk kan je een tijdje WW krijgen, maar ja, dat is toch wel weer 70%. Dus dan, hè, dan wordt het misschien echt wel je eindje aan elkaar knopen. Dus dat is ook wel... Hè, belangrijk om bij stil te staan. Kijk, ik zelf werk als eerste, hè, dat niet moeten, maar mogen. Gewoon doen wat je wil doen. En dat is ook denk ik een van de belangrijke redenen waarom voor mij ook zo fijn voelt om gewoon voor mezelf te werken. En daar gewoon een zeg maar redelijk stabiele inkomsten uit te halen. Is er ook gewoon dat je, ik heb gewoon de vrijheid. Als ik denk, ja, deze opdracht trekt me echt niet meer. Dan kan ik gewoon zeggen, ja, ik ga op zoek naar iets nieuws. Maar ik moet wel die bewuste keuze maken. Ik ben nog niet zo vrij dat ik zeg, ja, ik ga gewoon 3 maanden niks doen. Ik moet wel die keuze maken om te zeggen, ik moet wel echt nog dingen doen, zeg maar.
Hey, ik moet wel elke maand nog een x aantal uur werken. Ik kan wel veel minder werken dan ik nu doe. Maar ik doe het bewust niet, omdat ik dan meer ruimte heb om te investeren. Nou ja, dat is, er zijn allemaal keuzes die ik maak. Maar goed. Zeg maar die 5 niveaus. Ik moet meteen denken, bij gezondheid 4, bij deze 5. Maar die 5 niveaus is gewoon goed om te meten waar zit je op die ladder. En je hoort al, investeren is denk ik een van de belangrijkste manieren om te stijgen in je financiële vrijheid, in je rijkdom. Financiële rijkdom, hè? Want rijkdom is natuurlijk veel meer dan alleen geld. Het gaat natuurlijk veel meer om geluk. Je kan al het geld in de wereld hebben, maar of een streven hebben om een miljoen te halen. Maar als je dan eindelijk dat miljoen hebt gehaald, dan kan het best wel eens tegenvallen. Als je die miljoen eindelijk hebt, of die vette auto die je altijd hebt. Want dan ga je waarschijnlijk op zoek naar een nieuw doel, omdat je niet stil hebt gestaan wat die reis voor jou heeft betekend. En wat betekent voor jou om die keuze te maken. En hey, je kan perfect competent zijn in een baan. Maar als jij denkt, poeh, ik moet weer 9 tot 5, het is weekend. En je gaat dat 40 jaar doen, dan is het best wel zonde. Ik verbaasde me ook een beetje bij Roompot. Ik was met een Roompot vakantie voor het eerst. Hartstikke leuk voor de kids, wat minder voor mezelf. Maar dat de mensen, kijk, prima als je daar natuurlijk dat jouw ding is, maar dat de mensen dus op het terras de hele dag een beetje zitten en dan zich geen zorgen willen maken over de rekening en lekker gewoon geld uit kunnen geven. Natuurlijk als jij denkt dat is vakantie, maar als je dat maar 1 of 2 weken per jaar kan, dan is dat een rijkdom, is dat een vrijheid, is dat dan waar je voor streeft? Ja, voor mij niet. En ja, weet je, ik ben wat zuinig opgegroeid. Dus af en toe denk ik op het terras, denk ik zo, €4 voor een colaatje of zo. Ja, daar koop je gewoon twee flessen Coca-Cola van in de supermarkt. Lang leeft de lol. Weet je, ja, die rekensom die zit altijd. Ik merk dat ik er wel minder last van krijg. Maar ja, ik ben er wel bewust van dat, dat een horecabedrijf ook zijn winsten moet maken. En dat mag ook, dat is ook prima. Maar goed, over investeren gesproken. Dus ja, weet je, ik zie eigenlijk, je hebt verschillende niveaus van investeren. Kijk, je kan natuurlijk investeren in een financieel product. Dus proberen daar een rendement uit te halen. Je kan wat meer gaan handelen. Dat is natuurlijk ook een manier. Dat is wat veel mensen verkondigen, ja, met de hele hoge rendementen worden daar vaak beloofd. En je kan natuurlijk investeren in jezelf. En wel grappig, ik dacht dat Warren Buffett was, dat een van de beste investeringen die je kan doen is in jezelf. En dat klinkt misschien raar voor iemand die heel erg bekend staat voor buy and hold, koop aandelen, hou ze heel lang vast. Geniet van de groei die aandelen maken. En dat werkt natuurlijk prima bij tal van bedrijven. Die gewoon een hele goed verdienmodel hebben. Maar goed, dromen is dat veel van ons zijn. Je merkt dus, ik volg het beursnieuws. Waar zitten de particuliere beleggers vaak in? In die bedrijven die een soort illusie hebben dat je heel veel geld kan winnen. Die hopen dat je in die unicorn zit. Dat je zeg maar de nieuwe Amazon of de nieuwe Tesla hebt gevonden. Maar ja, dat wat je vaak merkt bij dat soort bedrijven, dat is allemaal goed. Maar goed, een bedrijf, pak even een Tesla. Als de cijfers een keer tegen zitten, dan kan die koers ook heel hard omlaag. En dat is wel eens wat mensen vergissen. En vooral het laatste gesprek met iemand die begon met beleggen. Ja, denk ik, ja, wacht even. Het eerste aandeel wat zij kocht was, los aandeel, was Tesla. Toen zei ik ook, ja, die weet wel dat je in een hoog risicoprofiel aandeel investeert. En daar moet je wel bewust van zijn. Van ja, wat is je doel? No guts, no glory, zeggen ze wel eens. Het is met beleggen ook, ja, als jouw tijdshorizon is morgen, dan moet je gewoon risico nemen, wil je rendement maken.
Maar dat betekent ook dat je niet moet huilen, huilie moet doen, als je alles verliest. En dat zie ik meer als handelen, het gokken op een koersstijging. Ja, en dan kan je technische analyses en weet ik veel wat voor gebruiken. Of gewoon beursroulette. Het hebben ook wel eens de beursmonkey, die verslaat zo'n beetje alle beleggers. Dat er gewoon het random, weet je wel. Dat je gewoon, ja, dat is gewoon een beetje hopen. Je koopt vier aandelen en je hoopt dat er één of twee stijgen, ja. Ik heb geprobeerd te handelen. Ik ben daar zelf niet zo fan van. Er gaat best wel veel tijd in zitten. En ik word er geen leuke persoon van, merkte ik zelf. Dus mijn vriendin had laatst ook over van, ja, een sessie over Forex handelen. Ik zeg, weet je, ik vind het super interessant en ik geloof ook echt dat je daar goed geld in kan verdienen. Maar ik merk gewoon dat ik met die druk, met die stijgende lijnen en die dalende lijnen, dat ik die stress gewoon niet zo fijn vind. En dat is een keuze. Dus ik investeer vooral op de lange termijn. Ik koop gewoon aandelen die ik leuk vind. Kijk af en toe eens een keer kritisch wat zou ik willen verkopen. Zo heb ik laatst bijvoorbeeld iets gekocht. Had ik. Toen dacht ik, nou, ik heb nu een plus. Niet helemaal de plus die ik zou willen. Maar ik dacht, ja, ik heb er ook geen goed gevoel bij op dit moment. En ik ben nu heel blij dat ik het verkocht heb. Want dat aandeel staat volgens mij 5, 6, misschien wel meer. Nou, volgens mij bijna 8, 9 euro lager. Op een aandeel dat 50 euro was. Weet je, ik heb het dus het is wel gewoon op een goed moment verkocht. En dat geeft me weer ruimte om ergens anders in te investeren. Dus ik kijk af en toe, heb ik aandelen die ik wat meer echt voor de lange termijn. En af en toe probeer ik eens, denk ik, nou, dit aandeel is wel zo geprijsd dat ik denk, die kan omhoog. Dus zo kijk ik zelf een beetje. Ik doe eigenlijk verschillende manieren zelf van beleggen. Dus ik heb een partij, die schrijft gewoon 300 euro in de maand af. Die belegt, ik doe voor mijn eigen pensioen. Voor mijn onderneming leg ik gewoon geld in. En dat was voor mij misschien wel de grootste schok. En voor mensen die denken, ja, ik bouw toch pensioen op bij mijn werkgever. Dat zou wel prima zijn. Ik heb ongeveer 3 of 4 jaar pensioen opgebouwd bij mijn vorige werkgever. Ik kreeg een overzicht, dat was iets van 12.000 euro. En nu ben ik zelf pensioen aan het bouwen vanuit mijn onderneming. En ik zit gewoon bijna over de helft, zeg maar, op 6.000-7.000 euro. En dat is in 3/4 jaar. Dus weet wel dat de inleg die daar ingelegd wordt, vind ik best wel laag. Dus als jij denkt, ik heb een pensioen en dat is allemaal prima. Ja, het is geen rijkdomspensioen. Laat me het daarop houden. Volgens mij krijg ik voor die 12.000 euro, stond er, dat je 2.500 euro per jaar bruto krijgt. Nou, joepie de poepie. Ja, natuurlijk gaat het er wel vanuit dat je tot je 65ste of 70ste werkt. Volgens mij 68 stond er dat uit gaat keren. Maar goed, mijn ambitie is niet bij mijn 60ste wil ik wel gewoon kunnen zeggen, nee, ik wil stoppen. Ik ben er klaar mee. En eigenlijk wel bij mijn 50ste. Als ik heel eerlijk ben, misschien 45, 40, dat ik dan ook al wil kunnen zeggen, ja, hier geen leuke opdrachten of de markt is even niet. Ik ga gewoon lekker genieten. En dan moet je dus wel ook, dus ik leg ook bewust gewoon best wel veel pensioengeld in elk jaar voor vanuit mijn bedrijf. Ook omdat gewoon, ja, weet je, daar koop ik gewoon ETF's, doe ik lekker saai. Koop ETF's, MSCI World Fund zit ik in en ik heb een paar dividend aristocrats ETF's. Heb ik die andere, dat is meer... Weet je, je legt een bedrag in, maar soms hou je centen over. En dan koop ik dan gewoon een andere ETF voor die goedkoper is. Dat zo hou je een beetje die spreiding netjes. Nou, dus dat doe ik voor mijn pensioen en voor mijn privé doe ik los zelf gewoon aandelen. Omdat, ja, dan leeft de markt gewoon meer. En wisselend succes. Sommige bedrijven gaan supergoed. Het beursklimaat is nu wat slechter. En dat merk je bij sommige bedrijven heel erg. Maar goed, ik heb wel bedrijven waar ik geloof in heb en een paar echt heel hoog risico bedrijven. Maar dat is ook wel weer waar ik zelf denk, weet je, als die bedrijven doen wat ik hoop dat ze doen, dan gaat het heel goed. En anders, ja, je verliest wel wat, maar ik doe het wel met kleine bedragen. Ik ga niet all in op één bedrijf. Weet je, ja, dat is natuurlijk, als er dan de klappen valt, dan gaat het hard. En ja, ik heb één keer heel gebaald. Toen dacht ik, zou ik dit bedrijf nog bijkopen? En het was echt in een dalende trend. En dat was op een vrijdag. En op een maandag kwam er over na een bot 3 keer de waarde. Shit, maar ik was wel super blij.
Want ik had dus een setje aandelen die een beetje aan het kabbelen waren. En in één keer, bam, echt een mooie overnamebod. Niet voor de mensen die long-term in zaten, maar voor waar ik ze voor had gekocht. Gewoon 3 keer over de kop, meteen verkocht. Heerlijk. En waar, oh ja, nou, dus dat soort dingen, ja, dan moet je wel tegen kunnen. Want dat ook, hè, een aandeel kan heel hard stijgen, maar kan ook nog veel harder dalen. En soms lijkt een aandeel goedkoop, maar dat hoeft niks te zeggen. Want van 5% kan je ook nog steeds heel ver naar beneden. Ook al komt het van 50 euro naar 5 cent, en dan kan het nog steeds heel ver naar beneden. En als jij 10.000 euro koopt op 5 cent, ja, als het dan 99% naar beneden gaat, doet het alsnog heel veel pijn. Nou, dat is dus beleggen, investeren in jezelf natuurlijk. En ja, ik persoonlijk, ik ben niet zo van crypto's. Ik deel daar een mening in van ook wat mensen die ik volg voor beleggingsadviezen. Van ja, er zit niks onder. Er zitten geen fundamentals onder. Het is wat de gek ervoor geeft. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is met de euro ook. Ja, dat is met de euro ook. Er zit niks onder. Er zit helemaal niks onder. En daarom ook liever ook een deel van mijn portfolio. Daar ben ik ook steeds meer in gaan zitten. Het zijn gewoon bedrijven met gewoon een insane cashflow. Weet je, bijvoorbeeld de verzekeraars. Ik heb NN staan. Weet je, die geven gewoon een goed dividend. Al gaat de koers nu wel omlaag. Maar ik denk, ja. Weet je, als je gewoon gaat kijken naar de long term. Ze betalen gewoon leuk dividend. Super dat de koers niet zo hoog is. Mooi moment om bij te kopen, weet je wel. Van mijn part gaat die koers nog wat lager. Ik heb al een order klaarstaan op een bepaald niveau. En denk, ja, weet je, een mooie kans om te groeien. En zeker over de komende jaren, weet je. Dat soort bedrijven maken gewoon goede, steady omzet. En dan komt gewoon een groot deel naar de aandeelhouders terug. En dat is gewoon heel fijn. Nou, wil ik nog wat meer over investeren zeggen? Ja, nou ja, pas vooral op waar je in belegt, weet je. Kijk, even een voorbeeld weer, Bitcoin, dat komt van 60.000 naar 20.000. Dat betekent niet dat het weer terug gaat naar 60.000, want het kwam ook weer van 6.000 af. En wees je heel bewust hoe volatiel dat soort risicoaandelen zijn. Maar hou je van een ritje, prima. En dan kan je natuurlijk wat meer gaan handelen. En dan kan je bijvoorbeeld technische analyse doen. Daar heb ik wel wat dingen in heb ik wel wat cursussen in gedaan. Maar ik vond het best wel, ja, wat ik zei, ik sliep er gewoon wat slechter door. En dat ik gewoon s'avonds laat nog even aan het kijken ben, wat doet die koers nu? En dat Lisa ook zei, oh, en dat mijn werk daar eigenlijk ook gewoon meer onder ging leiden. Dus daar ben ik ook echt wel mee gestopt. En ik denk dat misschien de beste investering eigenlijk ook, hè, wat Warren Buffett ook zegt, is gewoon investeren in jezelf. En hoe zie ik dat? Dat is gewoon, hey, verhoog je earning capability. En stel dat je bent in loondienst, helemaal prima, maar als je investeert in jezelf en weet je, pak een paar duizend euro, weet je, als je die kans hebt, pak een paar duizend euro per jaar. Kijk, ik doe het om mijn bedrijf, ik doe gewoon certificering en dingen. Ik leer gewoon steeds bij. Ik ga binnenkort mijn NLP Master doen, echt super veel zin in. Maar dat is een super grote investering in mezelf. Volgens mij heb ik 2500 euro voor die opleiding betaald. Nou, dat is niet niks. En dat heb ik toen uit mijn privégeld betaald, hè, toen had ik nog geen onderneming. Dus ja, dat is niet niks. Maar ik weet zeker dat ik elke cent die ik investeer, minimaal in 5-fout terug ga verdienen. En dat kan zijn door een hoger uurtarief of wat dan ook. Ik ben heel sneaky geweest. Ik heb een leuke opdracht. Ik heb gewoon redelijk snel gevraagd. Ik denk, nou, komt de financiële markt kan wel eens wisselturen worden. Ik vraag nu alvast om een verhoging. En als mijn contract einde van het jaar verlengd wordt, heb ik mijn verhoging voor volgend jaar in ieder geval binnen. Het is niet gelijk met inflatie. Daar willen veel bedrijven nog niet aan. En vaak is het ook, hè, mensen in loondienst of bij een opdracht, vaak is het makkelijker om bij een nieuw iets hoger in te stappen. Of, hè, en dat is zeg maar het compounding effect, zorgen dat je elk jaar stappen maakt. Stel dat jij, even ZZP'er, uurtarief elk jaar 5 euro omhoog gaat, moet je voorstellen hoe je in 5 jaar omhoog gaat. Terwijl als je nu gaat proberen die 25 euro meteen meer, dan prijs je misschien zelf je markt uit. En soms is het ook, ja, weet je, ik wil eigenlijk, mijn businessmodel wil ik veel meer naar een dagtarief toe. En dan veel meer ook denken van, hey, ik kom jou helpen met een bepaald probleem. Wat is jouw, hoeveel dagen staat er voor dat probleem? En dan veel meer ook op resultaat gaan zitten en niet zozeer op tijd. Want het verdienmodel van tijd voor geld, geld voor tijd, dat is
minder interessant. Terwijl als jij gewoon de oplossing biedt en iemand zegt, nou ja, weet je Menno, ik wil je dat je 3 weken komt helpen. Hier is 15.000 euro en ik heb in zeg maar 2 weken tijd de oplossing en we zijn tevreden. Dan kan je ook weer verder, weet je wel. Dan kan je dan toch extra waarde bieden. Maar dan kan je extra waarde bieden. En extra waarde betekent vaak ook weer dat iemand jou nog grager wil inhuren. Dus ik zoek altijd... ik merk ook dat bijna alle opdrachten worden ergens voor binnengehaald. En ik doe er heel veel dingen naast. Omdat ik zie van, hey, ik kan mijn werk beter doen als ik dit en dit en dit ook doe. En dat is dus waarom je in jezelf wil investeren. Zodat jij wat jouw passie is ook beter kan doen. Ik vind het heel leuk om workshops te doen. Ik vind het ook heel leuk om creatief bezig te zijn. Hè. Ik pak er even een boek bij. Visual Thinking en Visual Doing. Voor de mensen die meekijken. Nou, die zien al, dit gaat over visualiseren, plaatjes tekenen. Daar... Nou, dat staat echt op mijn lijstje voor volgend jaar. Ik heb een hele mooie training gevonden. Kost ook weer 2000 euro. Maar ik weet zeker dat ik daardoor meer waarde toevoeg. En mensen meer genieten van de workshops die ik geef. En daardoor sneller gevraagd wordt om me weer te helpen. En dat is natuurlijk het mooie. Mond op mond reclame. Dus als je, ik zeg altijd, ik had laatst met iemand. Weet je, je hoeft ook echt niet 10 stappen voor te lopen. Als jij 1 stap voorloopt op de rest... Dan weet je, dat is zo moeilijk in te halen. Ga maar eens kijken op de snelweg. Hè? Iemand vertrekt 3 minuten eerder. Je haalt hem bijna niet in. Je moet echt belachelijk hard gaan rijden. Maar het kan ook zijn dat je samen weer voor hetzelfde stoplicht staat. Terwijl iemand knijterhard rijdt en jij gewoon lekker rustig aan het kabbelen. Dat je die 2 minuten die sneller, door sneller te rijden, dat 1 stoplicht en het is weer weg. Snap je? Dus dat is denk ik ook wel een mooie metafoor. Met investeren. Wees gewoon heel bewust en... Weet je, wees geduldig. Beleggen, langer termijn beleggen. Zo'n stapje voor stapje voor stapje. En daar zie ik Warren Buffett heel erg als een voorbeeld. Dan is er ook nog een wat... ik merk dat ook in mijn kring. Ik heb daar ook wat dingen in geïnvesteerd. Het voelt altijd een beetje scammy. Het zijn een beetje van die automated algoritmes die voor je beleggen. Dus je legt een bedrag in en die gaan dan een soort doorbeleggen voor jou. En ik merk dat, weet je, ja, ik zit erin en ik, aan de ene kant denk ik, ja, ik vind het heel scammy. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ik doe het met geld. Dat, zeg maar, ik heb er geld ingestoken en ik denk, ja, dit is gewoon weg. Dus stel dat het wel zo is. En weet je, dat is ook wel leuk. Dus ik heb gewoon een bedrag en ik had het laatst met Lisa over, die had weer een nieuwe. En zei ik, ja, weet je, prima, ik heb daar wat gaan, dan wil ik best dat geld in een ander platform zetten. Maar ik ga er geen nieuw geld in stoppen. Dus het geld wat erin zit, is erin. Krijg ik het nooit uit een platform. Nou, prima, dan is het ook weg en dan heb ik het geprobeerd. En weet je, ja, dat is ook wel een stuk. Ik ga daar verder niet te diep op in. Mocht je interesse hebben, stuur me een berichtje. Dan wil ik best wel een beetje uitleggen hoe en wat. Maar ik denk, als je wil investeren, begin altijd met veilig investeren. Zorg dat je veilig investeert. En heel plat, goud is ook geen investering. Als je gaat kijken naar het rendement op goud over 100 jaar... En over aandelen, als je 2 euro goud en dingen, dat is echt een bizar verschil. Bizar. Goud is een soort waarde vasthouden. Dus dan word je het niet meer waard. Je houdt een soort, die 2 euro blijft die 2 euro. En dan soms een beetje inflatie. Maar dan merk je ook al dat het wat meer los wordt gelaten. Omdat de munten die wij hebben, was vroeger gekoppeld aan goud. Dus 1 euro... Nou ja, euro niet, maar 1 gulden. Dus kon je gewoon naar de bank en dan was er goud in een kluis. Dat is het niet meer. En dat is het grote probleem met valuta. Het is eigenlijk opgeklopte lucht. En zo zie ik crypto ook een beetje. En zolang mensen er geloof in hebben, blijft het omhoog. En er zijn gewoon bepaalde partijen, even crypto, ik wil niet te veel crypto bashen, maar bepaalde partijen die zeggen, die hebben gewoon een heel groot belang om die munt om een bepaalde koers te houden. Waarom blijft die bitcoin een beetje rond de 20.000? Dat is gewoon omdat een grote partij, die koopt net onder de 20.000, dan wachten ze tot ze boven 20.000, verkopen ze weer wat. En daar maken zij, met die handel maken zij gigantisch veel winst. En wat je vaak ook ziet, hè, bijvoorbeeld bij aandelen, je had Bed Bath & Beyond, dat ging knijthard omhoog.
En hè, dat noemen ze dan pumpen en dumpen. En dan word ik op het top gedumpt. En zeg maar, de normale sterveling die denkt, oh vet, ik ga geld verdienen. Greed. Die blijft met de gebakken peren zitten. En wees je daar heel bewust van. Dus investeren, hè, mijn advies, investeer heel veel in jezelf. Verhoog je earning capability. Dan word je interessanter in de markt. Ook in een loon hè, dingen. En wat misschien wel het beste advies is, stel je ambieert een functie. Ga dan kijken wat je nodig hebt voor die functie en ga daarin investeren dat je daar naartoe kan. Want als je investeert in wat je nu kan, blijf je waar je nu staat. Dan kun je wel steeds beter worden, maar als jij die stap naar boven wil maken naar het volgende niveau, weet je, als jij supergoed bent in vakken vullen, maar niet investeert in je people skills en je management skills, dan word je nooit teamleider bij de Albert Heijn. Klaar. Dan kan je nog super goed in vakvullen zijn. Maar als jij niet mensen kan aansturen, en dan als jij zegt, ja, maar ik wil teamleider zijn, of whatever, zorg dan dat je in dat soort skill gaat zitten. Communicatieskills, zorg dat je verhaal kan brengen. Zorg dat je de keuzes kan maken. Nou, volgens mij heb ik genoeg besproken over investeren en over die 5 verschillende niveaus van financiële rijkdom. En mijn advies is, kijk eens waar je bent en kijk eens waar je naartoe wil. Want als je weet waar je naartoe wil, kan je een plan maken en daar stappen in zetten. En nou weet je, ik vind dat ik daar zelf redelijk goed in ben. Mensen vragen mij ook wel eens dingen. Dus mocht je daar eens een keer het gesprek over aan willen gaan, DM me even, stuur me een berichtje op welk kanaal dan ook. Dan kunnen we gewoon eens een keertje naar kijken, weet je wel. Ik zeg altijd, het is geen rocket science. Weet je, als ik het in Excel kan, is het geen rocket science, zeg maar. En dit kan je gewoon makkelijk in Excel. En als je zegt, ja, maar ik ben niet zo goed in Excel. Nou, ik wel. Dus ik kan je er hartstikke makkelijk mee helpen. Nou, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.